De fabriek in Kuik, ruim 25 jaar geleden gestart, is een middelgrote industriële onderneming. De naam Seltona ontstond na een fusie met een papierfabriek van die naam in Zelhem. Beide bedrijven maakten toen al deel uit van het buurman Tetterode concern. Het bedrijf maakt papier. Uit oud papier en cellulose. Dat zijn de grondstoffen die dienen als basis voor het maken van een milieuvriendelijk eindproduct. Het oud papier dat bij handelaren wordt ingekocht, wordt zeer zorgvuldig gereinigd, waarbij heel veel water nodig is. De pulp die hierdoor ontstaat, ondergaat vervolgens diverse machinale bewerkingen, zoals ontwateren, persen en drogen. Ten slotte wordt het kant-en-klare papier op rollen gewikkeld, waarna het voorlopig wordt opgeslagen in een magazijn. In Kuik wordt tissue en crepepapier gemaakt. Dit is bij uitstek geschikt voor verwerking tot servetten, onderzetters, keukenrollen, toiletpapier, poetsrollen en handdoeken. Ook wordt papier verwerkt tot producten voor speciale gelegenheden, feestpapier dus, voor inpakken, tafeldekken enzovoorts. Het spreekt vanzelf dat voor het maken van dit papier veel kennis, vakkennis, nodig is. Seltona heeft die kennis in huis. Die is namelijk te vinden bij alle medewerkers die na een gedegen opleiding in staat zijn de vaak ingewikkelde machines het eigenlijke werk te laten doen. Zij besturen die machines en ze zien er nauwlettend op toe dat die hun werk naar behoren blijven verrichten. Verantwoordelijk werk, dat van machinevoerder, dat staat wel vast. Even verantwoordelijk werk als dat van de collega's op andere afdelingen, zoals personeelszaken, werkvoorbereiding, administratie, verkoop en de technische dienst. De papierproducten die in Kuik worden gemaakt, komen we overal tegen. In ons eigen huis gebruiken we ze voor tal van doeleinden. Voor ongemakken, maar ook bij allerlei, al dan niet, feestelijke gelegenheden. We zien ze in restaurants als placemat of als servet, maar ook bijvoorbeeld bij slagers en garagehouders. Deze papierproducten zijn letterlijk overal op hun plaats. Ze zijn dan ook gemakkelijk, netjes, hygiënisch en, zoals gezegd, nog milieuvriendelijk ook. En er is genoeg van, want Seltona zorgt er door middel van een uitgekiende planning voor dat de klanten steeds op tijd hun bestellingen in huis hebben, waar ze zich ook bevinden in Europa. Want voor het Kuikse papierproduct bestaan er geen grenzen. Tafels worden overal gedekt.
doekjes en tissues zijn dan ook grenzeloos goed. In IJsland, maar ook in Italië. Seltona heeft momenteel ruim 500 mensen in dienst. Meer dan 400 van hen werken in Kuik. De overigen zijn werkzaam op de vestiging in Zelhem. Voor nieuwe mensen is er een gerichte opleiding in het bedrijf, waardoor ze in staat zijn zelfstandig te werken. Zelfstandigheid leidt immers tot tevredenheid. En dat is weer nodig voor een goede motivatie. Seltona probeert het alle werknemers naar de zin te maken. Daaraan dragen ook de ondernemingsraad en de personeelsvereniging een steentje bij. Al met al gaat het goed met dit interessante bedrijf. Er zijn groeimogelijkheden en die worden zoveel mogelijk benut. Seltona heeft goede papieren. Daarom ziet men hier de toekomst vol vertrouwen tegemoet.